Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vanmorgen alle kiddies naar school gebracht. En ze zijn allemaal in hun Oeteldonks mannequin-tenue. Dus gewoon een kiel met emblemen en een das. Dat is toch wel echt Oeteldonk. Vandaag is ook bij Jordi op school een optocht. En daar ga ik ook even kijken. Dan moet ik om 1 uur weg. Een uur eerder. Want dan ben ik er op tijd. Moest even mijn schildklier medicatie pakken. Dan ben ik daar op tijd. Ik heb geen foto's van de kinderen kunnen maken. Maar als ik nog iets van een foto tegenkom, dan plaats ik hem nu hier. Plaats ik ze hier. Ja, hoe gaat het weekend eruit zien? Vandaag is iedereen nog naar school. Morgen gaat Niels werken. En zijn we gewoon thuis. Zondag komen mijn ouders in de avond even oppassen. En dan kunnen Niels en ik even een paar uurtjes op stap. En met die paar uurtjes bedoel ik dan gewoon even lekker de stad in. Gewoon even wat drinken. En even gewoon eruit. En dan, dat. Niels vindt dat helemaal geweldig. En mijn vader is natuurlijk geopereerd aan zijn knie. Maar mijn moeder kan gelukkig nog een stuk rijden. Dat heeft ze gisteren ook gedaan. En ze zei dat het allemaal wel goed lukte. Dus ik heb geluk. Ik heb heel veel geluk dat ze dat willen doen voor mij. En dan zou ik denken, die zorgoppas komt ook hier uit Den Bosch. En die viert ook carnaval. Ik zei dat jullie uitgingen. Dat had ik al eerder gezegd, maar toen gingen jullie weer aan. Spooktier. Dat is het eigenlijk. Ik ga daar eventjes boven het een en ander doen. Even opruimen, was doen, et cetera. En dan zie ik het wel weer hoe het loopt. Ik moet in ieder geval om 1 uur weg. Dus. Nou, ik heb al mijn was bijgewerkt. Ik denk dat ik een wasje of 6 had liggen. Zoiets. Dus ik heb alles ook opgeruimd in de kasten. Ik ben gelijk even de kamers aan het opruimen. Jordi's kamer hoef ik vrijwel niet te doen, want er wordt kan niet gespeeld. Maar een kamer zoals die van Liam weer wel. Dan zou je denken, huh? Kamer spelen? Ja, mijn kinderen spelen op hun kamer. 'S morgens voordat ze wakker zijn, of voordat wij wakker zijn, spelen ze altijd even op hun kamer. En in de avond, als ze nog niet moe genoeg zijn, maar wij ze wel zat zijn. Dan spelen ze ook nog even. Ik heb die van Sam heb ik al opgeruimd. Dus dat. Poetsen doe ik vandaag niet. Ik wil dat eigenlijk wel doen. Maar dat gaat hem echt niet worden gewoon. Ik heb daar gewoon geen tijd voor. Want ik moet dadelijk ook alweer ergens zijn op school en zo met Jordi. Dus dat. Ik ga even hier opruimen. En vervolgens even eten. Ik heb nog een uurtje voordat ik wegga. Dus ik ga even eten. En dat kan nu op de bank, want er zit niemand omheen. Oh, lekker. Ik ga even een uurtje niks doen. Ja, eten. Maar. En we zijn weer thuis. De Bambix Band is compleet. Dit is wat Jordi aan had. Hi, jongen. Dit is wat Jordi aan had. Dit is wat Liam aan had. Het is allemaal eigenlijk wel hetzelfde. Hey Liam, doe staan. Laat mama eens kijken. Laat mama jouw mooie trui eens zien. Laat zien. Ja, doe staan. Staan. Mama voor jou kijken. Kijk eens. Wat mooi. Mooi, kijk. Allemaal mooi. Laat zien. En dat is Sammy. Wat mooi! Nee, niet vasthouden. Ondertussen probeert Jordi aan me op te staan. En dit is Sammy, zijn achterkant. Hè?
Nou, dat was hun carnavalstenue. Met natuurlijk de Oeterdonk sjaal erbij. Dus dat is wat ze aan hadden. En nu ga ik even voor de kinderen zorgen. Kindjes zijn gedoucht. Ik ook dus. Niels is nu aan het douchen. Maar mijn moeder die kwam dus gisteren met iets aan. Hè? En mijn moeder die dacht bij haar eigen. Dit is wel echt iets voor ons Wendy. Dus daar ga ik voor de meebrengen. Nou. Hoppakee. Dit is zo'n heel wijd groot ding. En lekker dat het zit, joh. Lekker. Hoho. Dat zit wel echt lekker. Dus ja. Ik ben er blij mee. Er zitten van die zakken in. Ik heb er nou mijn klem in zitten. Er zitten van die zakken in zo. Oh, lekker is het, zeg. Ik ga genieten van dat ding. En ondertussen opruimen natuurlijk. Ik ben weer zwanger. Goedemorgen trouwens. Waar ben jij? Je kan het niet zien. Hier, waar zit je? Hier, daar zit hij. Hallo. Au. Wat au? Je bent er zelf ingekropen, mafkees. Auwie. Ja, auwie, wie? Je hebt geen auwie. Je zit hier gewoon in, bij mij erin, hier zo. Oké. En hij zit erin nog. Mama. Ja. Opa, oma. Ja, opa, oma. Opa, auwie. Is dat? Opa, auwie. Opa, auwie, ja. Ja, groot gelijk, ja. Goed. Is dat? Auwie. Dat is mijn zaterdagochtend. Opa. Niels zijn centjes verdienen. En, ja, dat. Oh, Jordi is on the go. Waar ga je heen, jongeman? Ze hebben fruit gehad. Die twee zijn nog fruit aan het eten. Jordi, waar ga je heen? Ga je weer slippers knuffelen? Echt waar? Dit gebeurt wel ooit eens vaker. Maar meestal als Liam aan het spelen is hier, dan pakt hij de tablet, legt hij weer op Jordi zijn plek neer. Om vervolgens Jordi daarheen te lokken als een hondje. Maar op dit moment ligt meneer op de bank. Dus lekker later. Niels is buiten aan het spelen met de kinderen. Die is inmiddels alweer thuis. Jordi zit hier binnen, maar Jordi zit op zijn plekje en dat is helemaal geregeld, want Niels kijkt de hele tijd hier naar binnen. Ik ga even naar de winkel toe, want ik heb nog boodschappen nodig. En ik wil eigenlijk tot maandagochtend alles in huis hebben, zodat ik morgen niet weg hoef. Ja, morgen gaan we 's avonds weg, maar ik wil eigenlijk gewoon alles in huis hebben, zodat ik niet meer weg hoef. Dus dat. Ga ik nu even fixen. En dan, zien we het wel weer. Oké, we gaan er scheef op, maar daar heb ik even scheid aan. Ik was straks bij de ACTO, nee. Wil je ook proeven? Dat ik deze gevonden. Ik denk, die zijn wel interessant. Het zijn Maltesers truffels. Creamy, crunchy en truffly. Ja, weet je wat vroeger? Dat wist ik. Daarom dacht ik van, hè. Niels zet ondertussen de vaatwasser aan. Dus ik kom in zo'n dingetje. En ze zien er zo uit. Van binnen zien ze er zo uit. Ze waren niet heel goedkoop. Maar ik dacht, ze zijn wel lekker. Ja. Hoef ik er direct Malteser uit? Ik heb het idee van niet.
Vind jij wel? Nee. Of moet je er nog eentje van proeven? Nee, dat is niet. Ik proef niet. Ik zeg niet. Oh, ik heb dit in de mond. Ja, dat is Maltese. Dat proef ik niet. Maar ze zijn niet vies. Een hele goede morgen. Het is weer zondag. Ik heb er niet zo heel veel gevlogd. Helemaal niet uit. Het is zondag en vandaag heb ik dan nog wel kassantjes. Die gaan nu 20 minuten de oven in en ja, dan ga ik eieren aanzetten en de rest van het ontbijt maken. En als je het dan klaar hebt voor de kinderen, ziet het er zo uit. Het zijn gewoon kaaskazoontjes wat de kinderen hebben. En hier hebben we al naast hier. Zo, het ontbijt is geweest. En nou moet ik even ergens hier achter een kast zijn. Want hier zit de carnavalskleding. Ik ben overigens op zolder. Maar we hebben die kasten hier neergezet. En je ziet hem nou ook niet meer. Wacht. Zo. Poepakee. We hebben die kasten hier neergezet. Maar daarachter hebben we gewoon opbergruimte. Maar ik moet even in zo'n kast. Oeps, daar ging het bijna. Even. Ik moet weten wat ik die zooi heb liggen. Dat weet ik even niet. Tuurlijk. Vind ik ook. Ga erbij liggen. Waar ligt die zooi? Toch aan de andere kant misschien. Godverdomme. Dan moet ik deze zooi weer opruimen. Waarom? Waarom? Hop. Ik wil ook alles in zoverre klaar hebben voor vanavond. Er zit alleen maar 5 cent in. Dus stel je komt ooit iets bij ons schappen. Ik heb alleen maar 5 centen. Ik heb hier geen contant geld liggen. Hallo. Volgens mij moet ik naar de andere kant. Ik jullie weer meenemen. Ik wou opruimen hier, maar ik maak alleen maar rotzooi. Blijven jullie staan? Jullie blijven staan. Haha. Nou, ik moet gaan kijken. In de minimum 10 pond grutte. En omdat hij dus zo laag is hier, heb ik niet genoeg kracht. Ik ga even Niels roepen. Zo, Niels is naar boven gekomen en heeft even ervoor gezorgd dat ik achter de wand kan. En nou moet ik gaan zoeken. Ik weet niet of jullie alles zien, maar dit is in ieder geval, hè. Volgens mij ligt hij aan die kant. Aan die kant. Maar daar kan ik bij, maar dan moet ik eerst van alles aan de kant gaan zetten. Een kerstbal. Woe! Oh fuck. Niks aan de hand. Zo. Even kijken. Maar dan moet ik die wel eerst eruit zetten. Mensen, als jullie eens zien hoe ik hier stiekem
het de acrobaten, jongens. Echt niet normaal. Zint en herfst. Heb je niks aan. En daar gingen jullie. Oh nee. Huppakee. Oh nee. Sint en Piet. What the f- Die kant op. Hé, verdomme. Moet toch aan de andere kant zijn. Ik heb hem alweer gebeld. Niks tegen Niels zeggen, hè? Sst. Ik weet alleen niet waar ik moet zijn. Ik heb wat gevonden, maar ik heb niet gevonden wat ik moest vinden. Wat zeg je? Yes! Mijn beenwarmers! Niels heeft meegezocht. Yes! Ze hingen in je t-shirt. Hingen ze in mijn t-shirt? Ja, in de hanger. Hoe doe ik dat dan? Ja, dat weet je niet. Ja, dat weet ik ook niet hoe ik dat heb gedaan. Dus... Grote blij? Ja, hele grote blij. Dus ik kan de boel verder gaan klaren. Nou, vanavond gaan Niels en ik dus op stap en komen mijn ouders hier zitten. Ik doe het altijd als iemand iets voor mij bijvoorbeeld opstaat of oppast of even moet blijven of wat dan ook. Ik zorg altijd dat er lekkers is. Altijd. Onze oppas weet ook dat ze gewoon in mijn kast mag gaan zitten. Dat weten mijn ouders ook. Maar voor de makkelijkheid, uit de koelkast trekken, zak chips erbij. Succes ermee. Veel makkelijker. Hoef je niet meer na te denken. Dus wat heb ik? Ananaswortel, watermeloen. Dat is meer voor mijn moeder, want mijn vader houdt niet zo van gezond. Misschien een komkommetje, maar that's it. En dan heb ik hier nog van alles lekkers. En ze houden geen bugels, maar gewone chips. Dus heb ik gewone chips voor ze gehaald. En dit ga ik dan even in de koelkast zetten, zodat ze het alleen maar eruit hoeven te halen. En verder niet bij na hoeven te denken. Want ja, ze passen al op onze koters. Dus het is wel zo fijn om het ook gewoon goed achter te laten. Oh, en als mijn kinderen nog wakker worden en ze willen iets, kunnen ze dat gewoon uit de kast pakken. Dat weten ze. En als de kinderen hiervan iets willen, mogen ze dat ook gewoon pakken. Daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om dat ze zonder erbij na te denken gewoon hun zooi kunnen pakken als ze dat willen. Een goeie avond. Ik ben aan het klaarmaken voor weg te kunnen. Niels is beneden met de kinderen. Die hoeft zich eigenlijk alleen maar om te kleden en hij is klaar. Ik natuurlijk niet. Maar goed, ja. Oeteldonk gaat natuurlijk met een paar kleuren. Daarbij komen nog deze. En ik heb ook nog deze. Ik denk dat ik die hier in mijn haren wil doen. Strikkie. En dan heb ik natuurlijk nog een jasje aan. Dus dat. Ik ga nu ook nog even make-uppen. Moet ook nog gebeuren. Maar... Laten we eerst even deze doen, hè? Denk ik. Ik weet niet zeker of ik dit wel wil. Vind ik dit iets? Nee, ik vind het niks. Dus gaat hij er mooi uit. En dan kijken we een ander moment wel. Ik heb in ieder geval wel mijn haren in zover klaar. Ik heb ook nog een das die ik aandoe. Hey, het is een heel tenue in Oeteldonk, hè? Vergeet dat niet, hè? Maar goed, ik moet ook nog make-up hebben. Dus dat. Laten we daarmee beginnen. Ik ga niet overdreven veel make-uppen, want als het regent ben je gewoon een lul. En niemand ziet je in het donker. Dus dat, we gaan niet te moeilijk doen. We gaan gewoon niet te moeilijk doen. Dit is ook even tevens een primerachtig iets.
Zo. En we gaan niet te gek doen. Dat niet. Dat is niet de bedoeling. Maar we gaan wel eventjes gewoon wat doen. Even kijken. Dit is niet waterproof. Daar doe ik wel eventjes voor bekijken. Deze wel. Deze niet. Maar deze wel. Gewoon poeder. Gewoon alleen poeder. We gaan niks hier doen of wat dan ook. Doen wel eventjes een oogschaduwtje op, dat wel. Maar niet al te bijzonder dat. We doen gewoon een beetje, hè? Poedertje op het neus. Oh, dat klinkt verkeerd. Goed, dat dus. Ik ga heel even mezelf opmaken. En dan zien jullie zo dadelijk het eindresultaat. We hebben echt een hele leuke avond gehad. Daar zit Niels. Mijn ouders zijn inmiddels onderweg naar huis. Ik blijf nog even wakker totdat ze thuis zijn. En we hebben genoeg gedronken. Genoeg feest gevierd. Genoeg bekenden gezien. En bij deze ga ik deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.